Minister Krishna Kumari Mathura van Defensie heeft op donderdag 10 maart 2022 samen met directeur Ivan Hasnu van Amreco Amazona Recycling Company NV de officiële launch van het recycleproject Think Green, Act Green verricht. Het project is een initiatief van de bewindsvrouw in het kader van het beschermen en behouden van het milieu. Waarom doen we dit project zo? Officieel launchen, officieel openen, een beetje rugbaarheid geven. Omdat dit project voor ons heel bijzonder is en heel belangrijk is. Niet alleen als defensie, maar als samenleving. Als land. En daarom deze officiële launch. Eerder heb ik al gezegd, dit land is van ons. Van u, van ik. Van ons, van u en van mij. Van ons allemaal. En we hebben de plicht en de verantwoordelijkheid om alles te doen om dit land verder te ontwikkelen. Maar ook om dit land schoon te houden. Om flora en fauna van dit land te behouden, te beschermen. Om dit land te beschermen voor generaties die na ons gaan moeten komen. En dat kunnen we alleen doen als we heel duurzaam omgaan met onszelf, ons klimaat, ons milieu, onze omgeving. Als we zuinig ermee omgaan. En ik zal niet herhalen wat de effect is van plastic en van afval in de hele wereld. Generaties lang kampen Surinamers met vuil die we gedumpt hebben in diverse gebieden. Neem maar Domburg. Highway, Charlesburg daarachter. En zo zijn er een heleboel plekken waar het vuil onverantwoord eigenlijk kan je zeggen gegooid is en waar die samenleving last van heeft. En wij hebben ook bijvoorbeeld in de afgelopen periode gekeken op ontplofbare stoffen, ammoniumnitraat, die midden in de samenleving was. Waar we ook actie hebben ondernomen om te zeggen van luister, we gaan het verplaatsen en we gaan er zorgvuldig mee om. En we gaan ons houden aan de veiligheidsvoorschriften. Dat was het eerste project. Vandaag hebben we gezegd van nee, we gaan ook kijken binnen Defensie hoe we een bijdrage kunnen leveren. Aan dat we minder afval in de natuur krijgen. Minder petflessen, maar ook minder papier. En dat we kijken naar manieren om te recyclen, om het duurzaam te maken. En het bedrijf Amreco, waar ik in de campagne ook ben geweest, heb ik een bezoek gebracht en ik heb gezien wat zij doen om petflessen uit die samenleving te halen. Maar ook wat zij doen om het te persen en dat ze het exporteren. En exporteren betekent deviezen binnenhalen. Exporteren betekent dat we geld binnenkrijgen. Importeren betekent dat onze deviezen weggaan. Maar dat is het bedrijf dat exporteert. En als we bijdragen kunnen leveren dat het exportvolume vermeerderd wordt, dan doen wij dat graag. En we hebben gezien, ook in de campagne heb ik gezien, dat het bedrijf meer kon verwerken. Meer kon verwerken dan eigenlijk wat ze op dat moment verwerkte. Maar de kosten voor ophalen van vuil, de organisatie, dat konden zij niet alleen. Dus ze hadden eigenlijk initiatieven nodig van de overheid en van bedrijven om te zeggen van wij helpen dat bedrijf om te organiseren. En wij willen daar als Defensie graag aan meewerken, want we gebruiken behoorlijk veel petflessen. Niet alleen hier op het hoofdkantoor, maar ook in de kazerne, ook bij de verschillende krijgsmachtsdelen. We hebben jaarlijks aanbestedingen om water te kopen die we vervoeren en het komt in petflessen. Dus als we daar een bijdrage in kunnen leveren, doen we dat heel graag. Het recyclingsbedrijf zijn we in 2009 begonnen en we hadden bepaalde mensen die een beroep op ons hadden gedaan omdat we bepaalde infrastructuur hadden die goed paste bij het oprichten van zo'n bedrijf. En ik was helemaal voorstander van het recyclen omdat ik ook mijn ontwikkeling op dat moment
was ready ervoor en ik heb me toen dan helemaal ingezet omdat ik ook een spiritueel mens ben. Het bedrijf loopt goed op dit moment, maar we hebben ook mindere tijden gehad omdat we te maken hebben met een wereldmarkt die soms goede prijzen heeft, maar aan de andere kant weer minder goede prijzen. Waardoor je dan voor die periode dan oplossingen moet zorgen dat je het bedrijf door kan gaan, continueren met verlies. En daarvoor hadden we een paar jaar geleden de medewerking gevraagd van veel bedrijven, grote bedrijven, die ons een bijdrage gingen geven om te kunnen blijven recyclen met karton, met plastic, gaven ze ons een fee. Waardoor we door konden gaan. Maar intussen hebben we al 2 jaren die fee afgebouwd omdat de prijzen redelijk zijn. Omdat de prijzen zijn ook gerelateerd aan de aardolieprijzen. Dus als de aardolieprijs omhoog gaat, dan gaan onze prijzen ook een beetje omhoog. En dus op die manier. Er is behoefte aan recycling. Maar ik ga u zeggen, het zou beter zijn als de overheid en de ministeries die daarmee te maken hebben wat meer zouden gaan doen om echt aan te pakken. Omdat de mogelijkheden liggen er. We hebben vaker aangeboden om samen met de ministeries, zeker ook van openbare werken, om deze problemen aan te pakken. Omdat wij die kennis in huis hebben over zeg maar het scheiden, het verzamelen, het logistiek ervan. En, maar alleen door de wijdverspreiding van de plastic kunnen wij dat niet allemaal zelf doen. Omdat het dan te veel kost voor ons, terwijl we met vuil ophalen van het ministerie afspraken zouden kunnen maken van kijk, een paar dagen doen we recycle materialen, een paar dagen doen we die andere. Het kost het ministerie niets meer. Wat er wel dan ook kan gebeuren is dat het ministerie ook wat verdient eraan. We zijn bereid om te delen.